hebben 2 jaar geen carnaval kunnen vieren hier in Grave. En nu mocht het weer onder omstandigheden. Mijn naam is Floris en vandaag heb ik weer een nieuwe weekvlog voor jullie. En vandaag ga ik sporten. En daar ben ik al mee bezig. Ik ben net begonnen en toen dacht ik, ik moet eindelijk nog even filmen. Deze week heb ik nog niet eerder kunnen filmen. Vandaag is het woensdag en ik ga vandaag fitnessen. En de vorige dag heb ik niet zelf kunnen filmen, dus ga ik dat nu doen. Dus ik zou in eerste instantie zeggen, voor deze weekvlog, veel plezier met het kijken naar de shots van het fitnessen. For so long, I was living my life. Who's so wrong? Always numb in my mind. Battled on. Building scars from the night. So far gone. I was blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light. Vandaag is het zondag en je zal wel eens denken, wow, zondag, vandaag moet je video online, dat klopt, maar als het goed is gaat het allemaal lukken. Heel kort, gisteravond ben ik weg geweest en ik heb daar beelden geschoten waar ik heen ben geweest en dat is echt heel leuk. Het is namelijk zo, we hebben 2 jaar geen carnaval kunnen vieren hier in Grave en nu mocht het weer onder omstandigheden. Je handen ontsmetten, mondkapje op en vaccinatiebewijs laten zien, dat soort dingen. Nu ben ik daarheen geweest en klein kort verhaal. Mijn moeder zei, Floris, ik ga eventjes bij mijn tante, of bij jouw tante, bij tante Heidi, ga ik stoelen maken, een nieuwe bekleding. Nou, mijn moeder gaat eigenlijk nooit weg qua met haar, want mijn moeder doet altijd heel veel naaimachine werken. En toen zei ik van, mam, ik zei, ga je echt stoelen maken of is er iets anders voor de carnaval? Zei ze, nee, helemaal niks aan de hand. Dus ik zei, wordt toevallig mijn nicht Nicole prinses? Nee, ook niet. Nou, na heel lang dat gevraagd te hebben, zei ze, mam, op een gegeven moment, ja, dat klopt, Nicole wordt prinses, maar je mag niks zeggen. Dus ik dacht dat ik het wist. Verschillende keren ook met Nicole erover gebeld. Dus ik dacht echt dat het zo was. Maar je hoort het al, dat was niet zo. Namelijk, gisteravond was het de bedoeling dat ik zou filmen. Om een leuke video te kunnen maken van het hele proces van de, ik dacht, nieuwe prinses. Mijn nicht. Dat ga ik ook nog steeds doen. En nu is het dus zo dat ik een hele video van ga maken. En die geef ik dan aan het einde, aan het gevolg en aan nog wat andere mensen. En er komen ook soms wat beelden in de vlog. Dus bij deze komen er ook wat beelden in de vlog. En zo meteen
gaan jullie dus niet mijn nicht als prinses zien, maar iemand anders. Ik schrok best wel ervan, omdat ik had verwacht dat mijn nicht het werd. Jullie gaan er nu naar kijken en dan ben ik zo meteen. Dus jullie gaan eventjes terug in de tijd, naar gisteren. En dan komen jullie direct weer hier naar mij. En dan gaan jullie het hele verhaal erbij horen. Pottersburgers en Pottersburgerkers. We zijn zover. Wie, oh wie, wordt de nieuwe prins of prinses van Pottersburg? Het heeft een tijd geduurd. Er is geraden, rebus op internet gezet. We hebben allemaal lopen kijken wie wordt het, maar het wordt nu bekend. Ik wil vragen of de muziek bovenin, de muziek wil starten voor de onthulling van de nieuwe prins of prinses. Zoals jullie hebben gezien, was het niet mijn nicht. Het is namelijk mijn eigen tante. Tante Heidi, waar mijn moeder dus heen ging om die stoelen te maken, die is dus prinses geworden. En tante Heidi is dus de moeder van mijn nicht, Nicole. En ja, ik was heel erg verbaasd. Ik was heel erg confused. Van, mijn nicht Nicole zou toch prinses worden, weet je wel. En voor de mensen, en Nicole en tante Heidi zijn wel eens vaker in de video geweest. Dus ik was heel erg confused. Weet je wel, hoe dan? Hoe kan dit, weet je wel? En mijn tante is dus prinses en nog wat andere mensen erbij. Mijn nicht zit ook in het gevolg, dus dat is super leuk. En ja, ik was gewoon vooral heel erg verbaasd, zo van, hoe kan dat, weet je wel? Dus ze hadden me eigenlijk voor de gek gehouden. En mijn moeder zei, ja, jij zei dat Nicole het werd. Dus toen maakten wij het verhaal ook maar dat Nicole het zou worden. Oftewel, heel veel mensen hebben me exiekwart gebrengd, maar het was wel heel leuk, want ik was heel erg blij verrast en ja, het was gewoon super leuk. Straks ga ik weer filmen, alleen dan met de kleine. Alleen ik weet dus niet wie de prins of prinses wordt, dus ik moet even kijken of ik daar wat van in de video kan doen. Maar dat zien jullie allemaal volgende week. Nu hebben jullie in ieder geval wat beelden kunnen zien van mijn tante. Ik heb mijn tante ook gefeliciteerd, dat hebben jullie niet gezien omdat ik kan wel vloggend over het podium lopen, maar dat is een beetje lastig en zo. Dus ja, ik hoop dat jullie in ieder geval deze week vlog leuk vonden. Mijn tante is dus Prinses Carnaval van Graven en dat is echt, echt super leuk. Van de grote, zeg maar. Je hebt de grote en de kleine. Dus ja, dat is heel erg leuk. In ieder geval, iedereen heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk.